Vaste luisteraars van ons die weten dat we altijd met Leonor van der Sloot praten, de relatietherapeut. Maar die is op dit moment aan het bevallen, of het komt er elk moment aan, of het is net gebeurd. We weten het niet helemaal zeker, maar we houden jullie ervan op de hoogte natuurlijk. Misschien weet Karin het. Nou ja, ik weet niet of ze dat weet ook. Karin nee. Van Hoofd, relatie... Nee, dat weet ik niet. Niet op de hoogte van hoe het ermee is. Oh, oké. Okay. Nou, houden we het gewoon eventjes in het midden. Voor hetzelfde geld is er nog helemaal niks aan de hand en zit ze gewoon te wachten totdat er iets zich aankondigt. Karin van Hoofd, je bent haptotherapeut. Leg eens uit, wat is dat? Mm-hmm. Een haptotherapeut is iemand die eigenlijk je leert stilstaan bij wat je voelt en daar ook weer wat meer leert bij doen in je leven. En veel mensen in deze tijd zijn heel druk met hun hoofd en alles wat je moet doen. En zijn eigenlijk een beetje vergeten dat je een lichaam hebt en dat je daar ook naar moet luisteren, naar je lichaam. Ja, heeft dat ook een beetje te maken met signalen af? Ja, heeft het ook een beetje met de corona te maken? Dat je toch anders voelt dan anders? Nou, ik denk wel dat mensen in deze tijd nog misschien wel meer in de verplichtingmodus komen als anders. Ja, want er zijn minder leuke dingen en je kan minder mensen opzoeken, zeg maar. Hè? Dus je zit al snel in het doen en alles wat er moet gebeuren, misschien voor je werk of voor de kinderen. Ja, dus om dan toe te komen aan jezelf is lastiger in deze tijd. Ja, of misschien juist wat eenzaam, dat het precies de andere kant op gaat. Ja, dat klopt ook. Maar vaak als we ook bij anderen zijn, dan worden we ook aangesproken op ons voelen. Hè? Omdat je het hebt over dingen of dat je het fijn vindt om bij elkaar te zijn. Dus dat doet een appel op wat je voelt. En als je aan het werk bent of je moet veel dingen doen met je hoofd, dan zit je veel meer in het doen. En dan sta je minder stil bij jezelf soms. Ja. Maar dat gaat niet in één keertje. Hè? Dat is niet in één sessie dat je bewust wordt van het feit dat je heel druk bent. En dan geef jij niet ook gelijk in één sessie de handvatten natuurlijk om dat te veranderen. Hoe werk jij? Nou, vaak wat jij zegt is het ook een proces. Hè? Want je bent soms al heel lang niet zo bezig met wat je voelt. Dus dan kost het ook weer tijd om daar wel mee in contact te komen. Maar haptotherapeuten werken veel met het lichaam. Dus, want daarin zitten onze signalen. Als we ons moe voelen of we voelen ons geïrriteerd. Dat voel je eigenlijk allemaal in je lijf. Dus haptotherapeuten werken op allerlei gebieden met het voelen wat er gebeurt in je lichaam. Ja, maar is het nou zo van dat je een dagje niet lekker voelt door wat dan ook? Of nou, je bent gestopt met roken, je hebt je dag gewoon niet. Is het dan al een zaak om gelijk met jou te gaan bellen? Of zeg je, nou, nee, dat is meer als je gewoon al weken achter elkaar, misschien wel maanden, achter elkaar niet zo lekker in je vel zit? Ja, eigenlijk dat laatste. Hè? Als je een beetje vast gaat lopen, dat je voelt van ik zit niet goed in mijn vel. Of ik ben maar zo druk en ik kan mezelf niet meer goed stoppen. Dat zijn momenten waarop je mij in kan schakelen. Eigenlijk komen mensen bij mij die op allerlei manieren een beetje vastlopen in hun gevoelswereld. Zijn het ook de mensen die te maken hebben met een burn-out? Ja, zeker. Ja. Want zeker in een burn-out ben je vaak heel erg voorbij gegaan aan wat je voelt en je grenzen. Dus is het juist heel belangrijk om dan weer te leren voelen wat de grenzen zijn voor je. Ja, je hebt dus eigenlijk, je hebt het niet gevoeld. Dat is het. Ja, klopt. Ja. Ja. Je lichaam heeft waarschijnlijk, en dat hoor ik van heel veel mensen, al wel signalen afgegeven. Maar vaak ben je daar dan aan voorbij gegaan. Of je hebt gedacht, nou ja, het lukt nog wel. Of ik moet nog zoveel. Dus je bent eigenlijk structureel aan die grenzen voorbij gegaan. En daardoor gaat het op een gegeven moment mis. Ja, oké. We praten zo meteen even verder met jou. Misschien kun je dan een paar symptomen aangeven voor wanneer je aan de bel moet trekken. En misschien ook al vast een paar handvatten om je op weg te helpen. Karin van Hoofd, haptotherapeut. We hebben net gehoord wat jij zo al doet. Je zegt ook, vaak zijn mensen die zitten in een rat race, zijn druk, gaan aan zichzelf voorbij. Wat is nou een van de symptomen waarbij jij zegt van, nou, nu is het toch echt wel eventjes tijd om aan de bel te trekken. Of liever gezegd om eventjes de stekker er figuurlijk uit te trekken. Ja, dat zijn natuurlijk verschillende dingen. Maar ik denk dat het meest belangrijke signaal wat ik van veel mensen hoor is dat ze niet meer echt goed bijtanken. He, dus dat je voelt dat als je een dagje eruit bent of je probeert een beetje aan jezelf te denken, dat het eigenlijk niet wezenlijk helpt. Dus dat die klachten van vermoeidheid of hoofdpijn of je niet goed kunnen concentreren of labiel zijn, dat die klachten eigenlijk een beetje van overspanning lang blijven. Ja. En ze misschien ook steeds erger worden.
En dat is een goed moment, denk ik, om dan wel te denken van, hé, misschien moet ik daar wat mee gaan doen. Ja, en oké, dan gaan we er wat aan doen. Dan maak ik een afspraak met je. En dan? Mm-hmm. Nou, vaak hebben we dan eerst een kennismakingsgesprek, waarin ik een beetje wat meer wil horen over jouw leven en hoe je met dingen omgaat. En dan als ze denken, oh, dat zou wat kunnen zijn, haptotherapie, dan gaan we vervolgens in die sessies ook aan de slag. En aan de slag bedoel ik dan meer dat we ook bezig gaan met wat gebeurt er zo al in je lichaam en wat kan je daarvan voelen. Ik merk vaak in de praktijk dat mensen ook helemaal niets kunnen voelen, bijvoorbeeld of ze gespannen worden of misschien zelfs honger hebben of moe zijn. Heel veel signalen zijn mensen eigenlijk gaan blokkeren. Ja, is dat bij iedereen hetzelfde eigenlijk of niet? Nee, dat is niet bij iedereen hetzelfde. Ook soms op een verschillende manier komt het tot uitdrukking. Want we hebben het nu steeds over fysieke signalen. Maar er komen ook wel mensen bij mij die juist emotioneel vastlopen. Hè? Die bijvoorbeeld een verlies hebben meegemaakt en daar heel verdrietig over zijn. Maar het heel moeilijk vinden om dat verdriet te uiten, bijvoorbeeld. Ja. En daardoor ook vastlopen. Dus dat is eigenlijk ook leren omgaan met wat je voelt en daar wat meer naar luisteren. Ja. Maar eigenlijk is het ook wat je zegt, van het is niet verkeerd om af en toe eens een keertje goed uit te huilen. Nee, zeker niet. Ja. Je lichaam zegt eigenlijk ook dat dat nodig is in het verwerken. Hè? Dat als je wil huilen, dan is dat een hele natuurlijke reactie. Alleen hebben mensen in deze tijd soms het idee, ja, heb ik geen tijd voor. Of, oh, dat is stom. Of misschien hebben ze wel geleerd dat huilen niet goed is. Hè? Dus dan ga je dat allemaal een beetje tegenhouden. Ja, maar kan je ook te veel huilen? Nou, ik hoor wel eens mensen dat als je echt veel huilt en ook langere tijd, hè, dus dan is het niet meer een soort gewoon verwerkingsproces, maar dan kan er ook een beetje depressiviteit onder zitten. En dat is wel goed om te kijken of het dan nog helpend is. Hè? Ja. Ben jij ook zo iemand die dan gaat voeten in iemands verleden? Want vaak komen dit soort dingen als van, je mag niet huilen. Dat is vaak door je ouders opgelegd, van stel je niet aan. Ja, ja. Huilen, dat doen we niet. Gewoon even slikken en weer doorgaan. Vallen, opstaan. Ga jij zo ver terug? Of is het meer zoiets van, nee, het is in het nu. Van het nu, ja. Ja. Mijn behandeling start altijd vanuit het nu. Hè? Dus wat je nu voelt en wat je nu ervaart. Maar dat wil niet zeggen dat er soms ook wel stukjes uit het verleden dan naar boven komen. Hè? Dat je dan ineens denkt, oh ja, dat mocht ik ook nooit. Of dat heb ik ook op een bepaalde manier geleerd. Maar wij gaan niet heel bewust naar dat verleden toe. Het is meer dat het vanuit het nu ontstaat, soms gesprekken daarover. Ja. Wat zijn, Karin, handvatten hiervoor? Wat leer je mensen? Nou, wat heel belangrijk is, en ik merk dat dat zeker in deze tijd belangrijk is, waarin je misschien ook thuis werkt, hè, en ook heel druk bent, dat je een soort van tijd creëert ook. Want voelen kost ook een beetje stilstaan of een beetje ruimte. Als je heel druk bent, kan je het niet zo goed voelen. Nee. Dus juist een beetje ruimte creëren voor jezelf en jezelf soms ook afvragen, hey, hoe is het nou eigenlijk met me? Zit ik nog wel goed in mijn vel? Of vind ik dingen ook moeilijk? Dat je eigenlijk een beetje bewust bent van jezelf, dat is heel belangrijk. Gewoon ook tijd voor jezelf nemen. Dus in de spiegel kijken. Precies. Ja. Maar ook goed slapen bijvoorbeeld, neem ik aan, dat helpt. Ja, klopt. Zorgen eigenlijk voor jezelf, hè? Dat is belangrijk. En bij zorgen voor jezelf hoort dus ook dat je voelt wat je nodig hebt. Ja. En het is niet erg om gewoon eens een keer een dag helemaal niks te doen en gewoon blij te zijn met dat je niks hoeft, dat je niks moet. Ja, en een beetje te genieten van dingen, klopt. Ja. En soms als je in zo'n mode staat van alleen maar presteren en doen, dan kom je daar bijna niet meer toe. Ja, ja. Nou, we hebben in deze kleine gesprekjes hebben volgens mij al een volledige sessie gehad. Ja. We knappen er aardig van op. Ja, maar absoluut. Lekker, ja. Goed zo. Nou, fijn om te horen. Dat is helemaal goed ook. Karin van Hoof, haptotherapeut, dankjewel.